Hallo, ik ben Christel. Welkom op mijn channel, Christel Blue. Ja, dit is, wordt weer een persoonlijke reading, een persoonlijke tweelingziel reading. En het heet Project Love en het is nummer 211. Ja, we gaan maar gelijk beginnen, project, met jouw reading. Je hebt eerste kaart en dat is de belangrijkste kaart. Er komen voltooiing van dingen, succes, voorspoed en harmonie. En blijdschap, alles wordt weer compleet. Je ziet hier een krans met dat zijn laurierblaadjes. Daarmee word jij gekroond met deze krans. En ja, alles wordt dus helemaal voltooid. Ja, het begint als een mooie, de wereld ligt eigenlijk voor je voeten. Hij tweelingziel, ja, die kijkt ook zo tegen je aan, want je bent zijn wereld. Ja, er komt dus gerechtigheid in de zaak. Dingen komen in balans. De waarheid wordt gesproken. Kan zijn, dit kan ook zijn dat gerecht, justitie, dat misschien een scheiding kan, hoeft niet. Maar misschien één van jullie twee of alle twee of één. Maar er komt in ieder geval gerechtigheid. Er komt een einde aan dingen. Ja, dit is de schildknaap van zwaarden. Die gaat... zijn waarheid zeggen. Er gaat ook, is ook eentje die stiekem bespioneert. Ja, vrouwelijk tweede zie je kans dat hij jou een beetje in de gaten houdt. Via Facebook of social media. Ja, misschien langs rijden, foto's kijkt, informeert naar je. Ja, hij gaat in zijn kracht komen, deze mannelijke tweelingziel. Want hij heeft verdriet. Heb hartepijn. Dit kan ook zijn dat het een derde partij is. Ja, misschien dat hij ja, dat door gaat snijden. Dat, deze derde partij, waardoor hij hartepijn krijgt. Maar hij mist jou ook heel erg. Ja, hij wil vurig, vol passioneel je leven binnenkomen. Maar ja, op het ogenblik is hij nog dingen in balans aan het brengen. Het is nog een beetje uit balans, de situatie. Ja, hij wil de cup aanbieden, maar hij is een beetje onzeker. Hij is nog een beetje een kleine schildknaap. Een beetje jong nog. Misschien is hij iets jonger, dat zou kunnen. Maar hij is een beetje onzeker over de cup aanbieden. Maar hij komt beslist een dood aan de situatie. Ja, dingen gaan eindigen voor hem. Een nieuw begin komt eraan. Ja, hij heeft heel veel dingen heeft hij al... ja, overwonnen. Hij is gewond geraakt door alles wat gebeurd is. Je ziet, hij heeft een doek om zijn hoofd. Hij is gewond gemaakt, maar hij houdt zich vast aan deze relatie. Want ja, er zijn heel veel messteken in zijn rug geweest. Dus ja, dat was echt, daardoor is hij een beetje gewond geraakt. En dan kijkt hij een beetje achterdochtig, achterom. Van ja, wat heb ik allemaal meegemaakt? Ja, hij wil naar rustige kalme water met zijn vrouwelijke tweelingziel. En hij staat wel voor keuzes. Misschien zijn ook wel voor keuzes. Kan zijn dat hier een derde partij betrokken is. Ja, misschien dat je ook nog wel gebonden bent, dat weet ik niet. Maar in ieder geval ja, worden keuzes gemaakt. Maar het kan ook zijn dat hij daarna een feest wil vieren. Hij heeft meerdere opties. Dus jij moet goed overdenken welke keuze hij gaat maken. Ja, het betreft in ieder geval de familie. Hij ziet toch dat hij een beetje vasthoudt aan dat zeepaadje aan de stengel. Ja, hij houdt zich nog een beetje daar vast. En hij moet nog die berg over. Dat zijn allemaal uitdagingen wat hij overheen moet komen. Ja, en als je bijvoorbeeld, dit is karma, dat is de hooiberg van karma. Ja, die kan, je zaait wat je oost, zeg maar. Je oost wat je zaait, hoe je het maar wil zeggen. Dus ja, let op de karma. Alles wat je zaait zal geoost worden. Ja, het is misschien een periode van frustratie. Lessen die geleerd moeten worden. Period of frustration, lessons to be learned.
Dat is de trechter. Ja. En hier staat, ja, dit gaat, dit is de doodskist eigenlijk. Ja, er gaat iets uit zijn leven, einde van de situatie. Ja, dat blijkt ook wel hier ook. En daar gaat definitief iets uit het leven. Ja, ik weet niet of dat zijn energie is of jouw energie of alle twee. Meestal gaat is de een eerst en de andere komt later om bij elkaar te komen. Ja, dan moet je dingen loslaten en dat is ja, pijnlijke situaties. Ja, en dit is wel een persoon die op zijn recht op zijn doel afgaat. Maar ja, er is een ladder en het klimt naar het succes. Ondanks die berg gaat hij toch, klimt hij naar het succes toe met die ladder, de weg omhoog. Ja, dan komt met de klavertje 4 komt de goed fortuin, groot en goed fortuin binnen. En een nieuwe huis. Het kan een nieuwe omgeving zijn. Maar ja, jullie zitten nu nog in een onvoltooide symfonie. Het schiet nog even niet op. Jullie denken misschien er komt niks van terecht. Blijven maar steeds maar in cirkeltjes ronddraaien. Ja, en sommigen geven, ja, jullie geven misschien de moed op niet voordat het niet voor jou bestemd is. Maar ja, het ziet er toch heel mooi uit, want jullie zijn ook zielsverwanten. En misschien ook wel tweelingzielen, denk ik. In ieder geval, het is een kwestie van vergeven en leren. Als je het verleden heelt en loslaat, zul je meer liefde kunnen ervaren in het hier en nu. Vergeef elkaar, leer van elkaar. Het zijn allemaal leerprocessen. Er is duidelijk geen mythes, jullie hier sprake van een sterke magnetische aantrekkingskracht. Duidelijk chemie. Ja, en bij deze situatie hoort een bruiloft. Ja, het kan zijn dat jullie gaan trouwen. Dus dat is heel mooi, hè? Zoveel chemie is er wel tussen jullie. Ja, moet je wel iets losgelaten? What do you need to release? Wat moet je loslaten? Ja, het wordt ook gedaan. Dat komt helemaal goed. Dood. Ja, een heleboel dingen loslaten. Ja, het zal wel pijn geven natuurlijk. Dus ja, om dingen los te laten. Ja, dit is tweelingkaart. Dus ja, tweelingzielenkaart waarschijnlijk. Het kan ook zijn dat je een sterrenbeeld tweeling zijn, één van jullie twee. En de antwoorden die je nodig hebt, komen eraan. The answer you are need are coming. Dus de antwoorden gaan komen. En je bent heel dicht, you are very close to achieving your goal. Je bent heel dicht bij het bereiken van je doel. Nou, kijken wat hij nog te zeggen heeft. Ik denk heel veel aan je. Ja, hij wil de situatie loslaten. Ja, blijkt ook wel, hè. Hij wil echt naar kalme wateren. Ja, jij ook natuurlijk. Daar zit je ook wel op te wachten, denk ik. En stabiliteit. Ja, hij zit nou nog een beetje in een moeilijke periode, want... ja, dat dood, het einde komt dichterbij. En er zijn nog wel messteken in zijn rug. Dus hij zit nog een beetje in de duisternis. Maar hij staat op het kruispunt van zijn leven. En jij, ja, jij kan ook op het kruispunt van je leven staan. Want voor jou gaat er ook heel veel veranderen. Misschien moet je ook wel keuzes maken daarin. Ja, ik denk op dit moment aan je. Ik stel je geduld op proef. Sorry daarvoor. Ja, je bent misschien een poosje aan het wachten al op deze manier. Ik kan het nu. Ik ga die keuze maken heel snel. Ja, hij staat kruispunt van zijn leven. En je bent erg dicht bij je doel staat hier. En de antwoorden komen eraan. Ja, ik ben je nooit vergeten ondanks je dacht van wel... Je bent zo bijzonder voor mij. Ik heb me nooit zo verbonden gevoeld met iemand. Ja, er is echt duidelijk geen mythe tussen jullie. Ja, ik heb gelogen tegen je. Vergeef mij.
Ja, ik wil je zo graag in mijn armen nemen en knuffelen. Ja, hij verlangt echt naar die liefde. En hij zegt, ik wou dat we al samen konden zijn op dit moment. Ja, maar dan moeten we toch even wachten op dit. Tot dit. En dat dingen even in balans zijn, voordat hij er binnen kan komen. Met zijn paard, vol passie. Ja, maar hij bestuurt, dus wel je in de gaten houden in ieder geval. En hij gaat wel in zijn kracht staan. Om, ja, hij heeft wel verdriet natuurlijk over de situatie. Dus ja, in ieder geval, ik hoop dat je tevreden bent met deze reading. En mail me dan even Project Love. En dan, ja, dan hoor ik het wel. Dank je wel voor het bestellen van deze persoonlijke reading. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Doeg!